Oké, hallo. Even een korte screencast over Google Maps, want die heeft weer iets teruggebracht wat in de vorige versie wel zat, maar wat ze eruit hebben gehaald en nu kun je het weer gebruiken. Waar gaat het om? Afstand meten in Google Maps. Een hele mooie feature die ik miste in de nieuwe versie en er nu weer is. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik zoom bijvoorbeeld even in op de Bosbaan in Amsterdam. En ik ben nieuwsgierig naar de lengte van die bosbaan. Nou, en dan klik ik hier even met de rechtermuisknop. Ik klik op afstand meten. Dan klik ik hier. En ik heb een afstand van 2,18 kilometer. Nou, dat is leuk om te weten. Maar ja, je kunt het een stap verder brengen door bijvoorbeeld leerlingen te vragen: wat is nou de afstand als ik om de bosbaan heen zou moeten lopen? Want ook dat kan natuurlijk. Ga ik de weg opzoeken. En dan mag ik even aannemen dat hier een paadje loopt. Nou, dan blijf ik gewoon klikken totdat ik weer aan het eind ben. Moet ik hem niet helemaal op die andere zetten, maar iets ernaast. En dan kan ik zeggen van, nou, volgens mij is dat meer dan 4,5 kilometer. En dan kan je ook nog zeggen van, ja, maar je moet eigenlijk dit paadje volgen. Dus dat gaat zo. En hier mag je niet langs het water, dus hier moet je een paar bochten maken. Dus zo kun je die lijn steeds mooier maken. En dan kom je uiteindelijk uit op 4, wat was het? 76 kilometer. Nou, allerlei opties. Wil je de lijn weg hebben, dan klik je met de rechtermuisknop en kies je voor meting wissen. Dat was het. Bedankt voor het kijken.